Wat is schoonheid? Dat is dan waarschijnlijk een edel persoon met een slaaf aan de linkerkant. En dan vraag ik me af van oké, ja, waarom vertellen we dit verhaal nog steeds op deze manier en niet met meer context? We zijn vandaag in het Mauritshuis om het te hebben over representatie in visuele cultuur. Nou zijn jullie allemaal beeldmaker en ben ik benieuwd hoe jullie kijken naar kunst uit het verleden, hoe jullie ermee omgaan in jullie eigen werk en hoe jullie de toekomst zien. Wat is jullie eerste indruk? Ik merkte vooral toen ik deze ruimte binnenkwam dat ik dacht, oh ja, dit voelt zo voor rijke witte mensen. Daar voel ik me gewoon niet echt mee verbonden. Ik weet niet, hangt hier toch ook een beetje zo'n katholieke kerkachtig gevoel. En ik voel geen representatie van mezelf. Dat ik dan meer naar verhalen van rijke mensen of verhalen van vroeger luister. Terwijl ik dan denk, volgens mij is er veel meer dan dat. Ik werk in het Mauritshuis. Ik ben junior conservator hier. En de kunst die hier gemaakt is, is gemaakt voor mensen met geld, witte mensen in de 17e eeuw. Dus het is een heel raar beeld wat je eigenlijk krijgt. Het zijn een soort van geconstrueerde beelden van die tijd. En ik denk dat dat heel belangrijk is om als museum ook te vertellen. Wat je hier ziet is prachtig, maar het is super fake. En het is een soort van mini-opname van een tijd waarin die kunstwerken gemaakt werden. En een van de zalen was helemaal toegewijd aan Johan Maurits. Dan zijn er ook mensen die zeggen, kijk, ja, Johan Maurits, dat was een held in Brazilië, die heeft hele goede dingen gedaan. Maar hij heeft ook slechte dingen gedaan, onder andere slavenhandel. Maar goed, dat was de tijdgeest. Wat vind je daarvan? In die tijd was er een Nederlander daar in Brazilië. En voor Brazilië was het een held. Maar voor mij heeft hij ook kwade dingen gedaan. Dus in die zin vond ik het fijn om dat mee te krijgen. Om twee kanten te kunnen begrijpen. Ja, ik zou zeggen dat het nu heel erg in een context is van witheid en eurocentrisme. In de zin dat de verhalen die verteld worden heel erg verteld worden vanuit hetgeen waar waarde in zit in het westerse systeem. Dan denk ik van, oh, het is zo splinterdun als we spreken over wat is schoonheid? Dat is dan waarschijnlijk een edel persoon met een slaaf aan de linkerkant. En dan vraag ik me af van oké, ja, waarom vertellen we dit verhaal nog steeds op deze manier en niet met meer context en waar die tot slaaf gemaakt vandaan komt? Ik denk dat kunstinstellingen echt meer context erbij moeten geven en meer uitleg erover om het beeld zo helder mogelijk te maken. Hoe denken jullie over representatie in de kunst van die tijd? Voor mij is het heel erg waardevol om wel dit soort beelden te zien, omdat het ook wel gaat om naast de witheid en naast zeg maar dat idee van glorieusheid ook de diepte te zien die dat systeem kent, zeg maar. Ik denk ook vanuit onze eigen ervaringen, onze eigen zwarte omgeving en de nasleep van de geschiedenis, dat we daardoor er heel anders naar kijken. En hoe vinden jullie dan dat kunstinstellingen moeten omgaan met beelden uit een tijd waar veel meer ongelijkheid was dan nu? Met deze weten die we nu hebben, alle kennis, echt veel meer ruimte moeten geven om ook in contrast te staan met een plek als dit. Ja. Dat dat loskomt van dat hele elitaire. Terwijl ik denk dat dit geconserveerd is, is ook een belangrijk deel van het verhaal. Dat dit is ook iets om van te leren. Ik denk dat er ook zoveel visueel mogelijk is. Kijk, als je hier binnenloopt, is het een en al goud en mooi en dingen waar je tegenop kijkt. En als kinderen hier lopen, dan denken ze ook, wow, dit is vet. Vind je eigenlijk dat deze plek te glorieus is, ja, voor eigenlijk die wel beelden? En ik snap dat dat zo is, maar ik heb ook zoiets van mijn leven nu wel in 2020, dus je kan dit ook in een ander jasje stoppen en wel bepaalde elementen van dat hele glorieuze laten, maar wel even duidelijk maken van, dit is niet meer de tijd waarin we in leven, maar je kan wel even kijken hoe het is. Zoeken naar visuele manieren om, ja, om absoluut. Dat... Absoluut, ja. Daar dacht ik ook aan. Ja. Lijkt bijvoorbeeld ook met de tekstbordjes. In plaats van in woorden dat je het moet lezen, gewoon laten zien hoe dat was. Of laten zien wat de context was. Hoe tof zou het zijn als er een moment komt dat al deze gouden lijsten opeens op een witte muur hangen. En op deze magische plekken
juist het werk van de andere kant wordt laten zien. Dat er juist in één keer de Afrikaanse heritage aan deze muur hangt. Hebben jullie ook de conclusie dan dat dit soort kunst, dit soort beelden uit een tijd van ongelijkheid wel een plek verdienen? Ik denk niet dat het vernietigd zou moeten worden, maar ik denk dat, dat er wel iets mee gedaan moet worden. Ja. Om mensen te laten beseffen dat dit niet alleen maar zo hoeft te hangen, waar mensen naar boven kijken. Ik denk dat het meer voor educatieve purposes moet gebruikt worden. Ik vind het ook interessant waar mijn Nederlandse kant vandaan komt. Of waar we in welk land we leven. En daar inderdaad is het mooi om te balanceren bij de negatieve dingen. Maar is het ook interessant van oké, wat is er gebeurd, weet je? En op wat voor een grond staan we? Ja. Ja. We hebben het net gehad over het verleden. Maar als je kijkt naar de representatie in de visuele cultuur van nu, wie van jullie voelt zich vertegenwoordigd in de beelden die je om je heen ziet in Nederland? Awkward. Niemand? Ja. Nee. Ik vind het een moeilijke vraag. Ja, het is een beetje moeilijk, want welk deel van mij zeg maar, is gerepresenteerd? Tuurlijk. Zeg maar, mijn mensen om me heen, die ik zie, mijn vrienden, de mensen die hard werken, die hun dromen verwezenlijken. Ja, ik kan me daarin leven. Maar als ik kijk naar mediaplatformen, de mensen die het voor het zeggen hebben, dan zeg ik nee. Wat doet dat met je, dat je nooit jezelf herkent, of in ieder geval weinig? Ik heb het zeg maar nooit echt doorgehad. En ik denk dat die realisatie bij mij echt pas 3 jaar geleden kwam. En dat dat dan wel echt een smack in your face is. En dat is ook weer een beetje die decoloniseren van mijn eigen brein. Ja, het is wel een moeilijk proces waar ik nog steeds in zit. Ja. Ja. Dus het realiseren van, ik ben niet de norm. Ja, precies. Ja, dat is wel een smack in the face, maar... Ja. Mensen vroegen ook altijd, wie is jouw idool? En dacht ik heb helemaal geen idolen, want ik zie nooit iemand die, waarvan ik denk, oh ja, dat zie ik, daar zie ik mezelf in. En dat heb ik eigenlijk nog steeds... Je kan niet zijn wat je niet ziet, zeg maar. Ja, ik had nooit zoiets van, ja, dat ben ik toch niet, dus waarom zou ik dat willen zijn? Dat dacht ik dan ook altijd, maar dan... Ik weet nog, de eerste keer toen ik naar Black Panther ging, en dat ik toch wel echt een soort van wauw-momentje had. En het raakte me toch wel, omdat ik dan toch wel bij mezelf terugdenk van... wow, het is best wel gek dat dat zo lang heeft geduurd voordat zo'n film kwam. En dan heb je toch wel door dat representatie toch wel belangrijk is. Dat je eigenlijk bij het zien van die film dacht je pas van... oh, dit is wat ik gemist heb. Ja, precies. Terwijl ik het nooit door heb gehad dat ik het miste. Absoluut. En jouw dromen, die komen ineens uit. Je kan een superheld zijn. Ja, dat kleine kind. Dat kleine kind. Je wordt weer een soort van in leven gehouden. Ja. Je mag ook dromen. Ja, jij mag dat ook zijn. En in jullie eigen werk, denken jullie nog steeds na over diversiteit? Of is dat iets wat vanzelf gaat? Ik representeer wat ik om me heen zie. Dus ik maak foto's van dingen zoals ze zijn en zoals ze me opvallen, zonder dat daar een specifieke intentie achter zit. Dus in die zin denk ik dat ik een manier aan het ontwikkelen ben voor mezelf om zo eerlijk mogelijk te representeren wat er om me heen gebeurt en zo divers mogelijk. Ja, dus zeg eigenlijk als om me heen divers is, dan is mijn werk dat ook. Ja, en dat is dus ook aan mij, dus de kunst om het zo open mogelijk op te stellen. Mijn criteria voor elk werk dat ik maak is het criteria dat ik altijd zwarte vrouwen centraal heb staan. Omdat ik, toen ik opgegroeid ben, dat ik niet echt herkenning zag in mainstream media. Met het social media is dat dan voor mij dat ik eindelijk een uitlaatklep heb kunnen vinden om eindelijk echt op zoek te gaan naar die representatie. En dat probeer ik ook in mijn eigen werken naar voren te laten komen. Jullie zijn allemaal beeldmakers. Mm. Vinden jullie dat je als beeldmaker een verplichting hebt wat betreft representatie? Ik denk dat het vooral voor mensen die zich dus aangesproken voelen van oh, volgens mij moet ik meer divers zijn, dat een eigen verantwoordelijkheid is om dat te doen, maar dat dus vanzelf zou moeten gaan. Maar ik merk dus wel dat ik ergens een verplichting voel om te kijken naar mijn privileges en te kijken van oké, hoe kan ik mijn privileges gebruiken om diversiteit te laten zien. Voor mij is het iets wat in mijn basisprincipes en normen zitten. Dus ik kan me gewoon niet inleven dat het een verplichting gaat worden. Het is echt een soort verantwoordelijkheid, zie ik het. Inderdaad, die een soort safe space creëren voor mensen die hetzelfde pad door gaan lopen. Ik denk dat het me meer energie geeft om juist daar iets aan te doen. Zodat andere mensen iets veiliger of iets geruststellender het leven kunnen bewandelen, zeg maar. Ik vind het bij mij ook meer een verplichting naar mezelf toe. En dan naar die kleine ik die dan iets miste. Of die ik die iets miste of nog steeds iets mist. Omdat ik weet dat ik
niet alleen ben. Wat zijn jullie dromen en waar hopen jullie dat het naartoe gaat? De maatschappij is zo erg op alleen maar logisch en ratio en soort van in hokjes en sterk denken. En ik hoop dat de toekomst gewoon veel meer fluid gaat worden. Nee, dat je inderdaad elkaar opzoekt op basis van gedeelde en universele dingen en daar je gedachten over deelt. Ook in een tijd waarin ongelijkheid juist toe lijkt te nemen, zou het mooi zijn als er een tegenbeweging komt. Mensen die niet altijd een podium krijgen om dat samen te brengen. Dat is voor mijn concrete droom. Gewoon kunnen leven en niet dat ongemakkelijke gevoel hebben en niet steeds dat strijdlustige gevoel moeten hebben om je plekje toe te eigenen, maar dat dat echt je plekje is. Mm-hmm. En dat je er ook mag zijn. Ja.